het twinningproject naar een groen en leefbaarder Paramaribo, dat in 2019 werd gelanceerd, werd vandaag afgesloten. De uitvoering lag in handen van Tropenbos Suriname, de faculteit der geoinformatiewetenschappen en artobservatie van de Twente Universiteit in Nederland. Het belangrijkste doel was het bevorderen van een groener Paramaribo. Onderzoek in duurzame landschappen Lisa Best zegt dat de organisatie, ondanks de uitdagingen die gepaard gaan met de huidige pandemie, zij toch erin is geslaagd alle onderdelen van het project uit te voeren en dat zij daarmee heel tevreden is. Er is data en informatie verzameld over wat voor groen er eigenlijk is in Paramaribo, hoe dat verdeeld is ruimtelijk gezien. Er is ook gekeken naar het verkoelend effect van stedelijk groen en ook naar de toekomst, hoe onder bepaalde scenario's bepaalde van die ecosysteemdiensten worden beïnvloed. Daarnaast hebben we een hele reeks van bewustwordingsactiviteiten georganiseerd, zoals fotowalks, speurtochten, ontwerpwedstrijd. En ook tijdens de lockdowns hebben we online webinars georganiseerd. We hebben een netwerk opgezet van vrijwilligers, individuen en organisaties die bezig zijn om groene locaties en de temperatuur te monitoren. En we hebben een educatieve module samen met de Universiteit van Twente natuurlijk ontwikkeld voor de universiteit hier in Suriname en ook in Nederland. De afsluiting is niet het einde van de samenwerking met Twente, zegt Best. In een vervolgproject wordt de focus gelegd op het verbeteren en het uitbreiden van het Citizen Science Monitoringsnetwerk. Best zegt verder dat zij hoopt dat de overheid meer aandacht zal schenken aan stedelijk groen en er beleid voor maakt. Er is wel al wat, maar vanmorgen heeft de minister van Openbare Werk ook aangegeven dat controle vaak op naleving vaak de uitdaging is. Maar er is vooral beleid nodig. Het zou goed zijn als er een bomenplan komt waarmee stedelijk groen beheerd kan worden, structureel. Maar er kan ook gekeken worden, niet alleen vanuit de instanties die bezig zijn met milieu, maar ook vanuit andere disciplines, om het zo te noemen, vanuit volksgezondheid, vanuit landbouw, kan er eigenlijk ook gekeken worden naar die synergieën tussen stedelijk groen en hun eigen doelstellingen. Want er is wel potentie om stedelijk groen bijvoorbeeld te benutten om meer beweging te stimuleren, om een actievere leefstijl te stimuleren. Er is ook potentie om stedelijk groen te linken aan voedselzekerheid. Dus vanuit al die verschillende richtingen zou er eigenlijk gekeken kunnen worden naar stedelijk groen. De resultaten van het project zijn allemaal terug te vinden op de website groenparamaribo.org.